gewoon bij. Kooi-expeditie. Mogen ze er zitten. Kijk hoor, ik heb een visie. Oh, die is groot. En 20 uitzien hier. Kreeg. Hou goed vast, hè, jong. Doorgaan, hè? Die zitten erin. Nee. Je picknick. Zo nog eens. Eens. Snel. Kijk op wat ze doen. Goud. Dat is goed. Kind vriendelijk te maken. Ja. 30. Met je armen. Ja. Kijk. Ik heb de bonus. Op de deal is. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn er. Familievloggers. En vandaag is het zover, jongens. Naar, nou, wekenlang denk ik, werken samen met opa natuurlijk aan onze mooie visvijver. Komen er vandaag dan echte visjes in. Ja. En niet zomaar visjes. Nee. Kooikarper, baby. Kooikarpers. En niet één, niet twee, niet drie, niet vier. Ik heb geen idee hoeveel opa van kan is. Vijf. Geen idee. Of is te halen. Dat gaan we vandaag allemaal zien. Opa en oma zijn gisteren bij ons aangekomen. Zoals jullie in de vlog van gisteren hebben kunnen zien. Die hebben hier de camper gestald. En ze zijn weer blijven slapen in de camper. Zodat opa en Daniel vandaag op pad kunnen naar, waar ging je ook alweer heen? Een uur rijden naar Voorthuizen. Ja. Of Pillinghuizen, ik weet niet eens. Maar een uur rijden van hier. Ook bij het adresje gevonden. Ja, hij had net gebeld. En zei, we kunnen bij die Fokker terecht om 10 uur. Dus kunnen we hier om 9 uur wegrijden. We hebben lekker uitgeslapen. Nou, dan doe ik even mijn kopje koffie. De kinderen zijn nu bij opa en oma in de camper. Ja, en oma was die wilden daar ontbijten. En daar hadden ze een nieuwe hagelslag. Met M&M'tjes of zo. Dus ik zeg, nou prima. We zitten dus bij opa en oma al in de camper vanochtend. Ik heb een bootje gegeten. En ja, we gaan een hele leuke dag beleven. Ik neem de camera mee. We zouden het liefst met de hele familie naar die Fokker gaan voor de visjes. Ja, maar even op de coronapandemie mag dat niet. Dat kan niet. Ik mag wel met mijn vader en mondkapje en die Fokker daar die visjes gaan scheppen. Dus ik neem mijn camera mee. Mooi uitzoeken. Oh nee, mag ze niet uitzoeken. Dat is nog een beetje grappig. Het lijkt wel alsof je op de kermis bent daar. Ja, je mag dus één keer scheppen. Dus een actie dat je één keer schept. Anders schikken ze. En dan één keer erin en dan heb je er gelijk 10 eruit. Ja, en dat zijn dus de visjes die je dan krijgt. En het zijn verschillende soorten karpersvisjes die dus bij elkaar zitten. Ja, kooikarpers. Alleen de kleurtjes mag je dus niet zeggen. Ik wil die en die. Want nee. Je hebt één keer. Maar je gaat het beleven. Ik neem de camera mee. Meenemen. Ja, nemen die andere camera mee. Dat kleinere cameraatje neemt Daniel mee. Ja. En ja, wij blijven hier gewoon netjes wachten bij de mooie visvijver met oma. Totdat jullie terugkomen in spanning. Toch? We gaan straks wel zien wat voor visjes er in de vijver zwemmen. Ja, ik denk dat we voor de lunch wel terug zijn met... Ja, en maar Luxie, gisteren zaten er nepvisjes in de vijver, toch? Robotvisjes. Robotvisjes. In de vlog van gisteren kon je dat zien. Maar vandaag komen er echte visjes in de vijver. Mama, eet dit papa. In het bubbelbad? Ja, we hebben gisteren de robotvisjes in het bubbelbad gedaan. Ja. Maar dat kan niet met de echte visjes. Nee. Wordt er warm. Dat is het ken je toch? Visje. In het water. Visje. In de kom. Visje. Kan niet praten. Visje. Draai je om. Kijk, vandaag weer gezellig met ons. Mee. Eet smaken, Lexie. Papa gaat visjes halen, hè? Tot straks. Ja, ja, lekker ontbijten en spelen met Silla en Luan en oma en mama. En de baby erbij. Papa, dit. Ja, met de trek. Ja, heel goed. En lekker kindertv kijken. Tot straks. Ik ga de visjes halen. Nou, schat, ik ben pleit. Tot straks, hè. Succes met de visjes. Doeg. Zo, we hebben een mooi zonnig weer vandaag. We gaan eens even kijken hoe dat opa en oma hebben geslapen in de camper. Nou, aangekomen bij de Bellinga campingstalling van de camper van opa en oma. Volgens mij hebben ze heerlijk geslapen. Hé, Pipje. Volgens mij hebben ze heerlijk geslapen. Goedemorgen. Hier is papa de camping aan. Goedemorgen, oma. En die was in Silla. Ze zijn wel aan het kleden. Ze zijn hier alweer in de kinderclub aan het kleden. We hebben het ontbijt hebben. Oh. Lekker geslapen. Ja. Heb je lekker geslapen in de camper, oma? Heerlijk, wel lekker gekozen. Ja, dat is frisjes, hè? Ja, het heeft gevroren, kinderen. Het was min 1 vannacht. Dat was wel een, ja. Min 1? Min 1. Hey, ik heb de schuifdeur weer op de veranda opengezet. Oké. Ik ga met opa in de auto in. En dan zie ik jullie over een, anderhalf uur, 2 uurtjes weer. Goed? 2 uurtjes, oké. Ja. Oké. Tot straks. Oh, puffy, slijmen we. Oh, mijn.
Ja, dat is Pipje. En Pipje, hoe zit die? Die is, doe maar rode deur. Oh, ja. Ik hou hem aan. Pipje blijft bij jullie, hè? Jo, tot straks. Mooie visjes uitzoeken. Hè? Ja, doe maar, hè? Met oranje. Met oranje. En Silla, welke wil jij? En witte. En witte. Ik doe mijn best. Doeg. 10. Ja. 18. Waar is opa Jan de Tuinman, hè? Maar, waar ben je nou? Volgens mij is hij al in de auto gaan zitten. Dag, Muzzeltje. Tot straks, jongen. Tot straks. Ik geef een visjes halen. Die ga je ook heel goed beschermen, hè? Ja. Eerst spelen met Oscar en Pip en de kindjes, hè? Tot straks, vriend. En goedemorgen, Oscar. Heb je ook lekker gelogeerd hier bij opa en oma in de camp? Ja, gezellig. Gezellig, hoor. Nou, ik ga met de baasje even visjes halen, hè? Spelen met Woezel en Pip en oma en de kindjes. Nou, en de vijver ligt er prachtig schoon bij. Klaar voor zijn nieuwe kooikarper inwoners. En kijk eens wie er is. Opa Jan de Deuman. Goedemorgen, pa. Lekker geslapen? Lekker. Mooi. Wij gaan in de auto met de andere camera op naar de kooikarpers. Zo, nou, goedemorgen, pa. Mooi, jongen. Ready to rumble. We moeten 57 kilometer rijden. Kooi-expeditie. Kooi-expeditie. Bellinga. En het is een goede 52 minuten. We zijn er precies om 9:55. Nou, wij zeggen, ga maar die banaan. Zo, na een uurtje rijden zijn we aangekomen. Doen wij onze maskers op. De mondkap op. En dan gaan wij eens even kijken. Ja, goed zo, de auto is shutting down. Na een uurtje rijden zijn we er. Op naar de gooikamers. Nou, goed nieuws, kinderen. We gaan naar 25 scheppen. En nou, nu hoef ik verzekerd dat alle kleurtjes van de regenboog ertussen zitten. Nou, kijk dan, alle kleurtjes van de regenboog. En hoe oud zijn deze kooikarper babyvisjes? Ja, vorig jaar zomer. Vorig jaar zomer? Ja. Zo, dus bijna een jaar oud. Wauw. Ja. Wauw. Ze wouden ze allemaal namen gaan geven, maar... Dat is... Een grote uitdaging volgens mij. En dit was ongeselecteerd van hier, hè? Ja. Dus dat zit van alles. Ja, klopt. En dan kun je jezelf terugherkennen op de kleur of hoe moet ik dat zien? 27. Nou, ja. 27. Kijk eens. Kijk eens. De Bellinga kooikarper visjes. Jullie gaan mee naar ons vijvertje. Hey, ontzettend bedankt. Ja. We mogen even binnenkijken. Maar dit is zijn eigen kooikarper gezin. Oh, wat een jukels, joh. Oh, die is groot. Hoe groot is die wel niet? Die is... Wow. Maar dit zijn dan ook echt gelijk hele kostbare, hè? Zo. Maar ja? Ja, ik zag dat in Japan duurt het 422 euro, maar je hebt die kop er niet, man. Ja, mensen krijgen veel geld, wel. Ja. Kijk dan, kijk dan. Wauw, joh. Ja. Maar hoe oud is deze dan? Die is 10 of 11. 11 jaar? De oudste die Nemo. Oh, die is ook maar met die zwarte stippen, joh. Ja, ja. Kijk dan. Ja, de rest is allemaal jongen. Ja. 11 jaar. Ja, ja. En hoe oud kunnen ze gemiddeld worden? Ja, dat is de oude vrijheid. Dat is wel mooi. Ik heb het al wel ouder. Maar. Zou die wel zijn? Ik denk dat het gekrutst is omdat die waterbaars zijn dan niet altijd optimaal. En dan gaat het niet ouder worden. Wauw, joh. Hey, ik eet ze niet op. Zeg een poes. Die eet ze niet op. Wauw. Super gaaf, joh. Nou, hopelijk zien ze het over 11 jaar bij ons ook zo mooi uit. Hè? Van babyvis naar dit, dat is het doel, kinderen. Ja. Kijk eens. De familie aanwinst. De Bellinga kooikarpertjes. Nou, opa, hou ze maar knus op schoot. Dat ze jouw knuffel liefde al voelen. Hè? Want daar worden ze groot van, zeggen ze. Wat waren ze groot, joh, bij hem. En die vijver bij hem was 2 meter diep, hè, in zijn achtertuin. Wow, echt een 11 jaar oud. Kijk dan. Kooikarpertjes knuffelen bij op schoot. En op naar huis. Wij gaan eens even kijken waar Leon en Lucilla zijn. Want die zijn nog steeds lekker aan het knutselen volgens mij in de camper bij opa en oma. Luxie neemt de fiets mee. Het is vandaag ook weer echt een mooi dag
om visjes in de vijver te krijgen. Oh, volgens mij hoor ik al wat. Volgens mij hoor ik al wat, Lixie. Hey, hallo. Wat gaan jullie doen? Mensen erg je niet. Mensen erg je. Oh, met een tafelkleed. Aha. Kijk eens, ja. Dat is grappig. Wauw, dus een hele grote mensen erg je niet. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En als je 6 hebt, mag je nog een keer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nou is het weer zillen. Oh, 2. 2. Blauw, beginnen. Hier moet je even mee bellen. 1, 2. Gooi je om maar eraf. Hij moet allemaal overnieuw beginnen. Ik moet allemaal helemaal opnieuw beginnen. Dat is mijn mens erger hier niet. Ja, dan moet je niet ergeren. Ja. Oh, yes. Zes! Doe maar zes. Moet je zo? Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag je nog een keer? Ja. 3. 1, 2, 3. 3. Nou, Luxie, nou jij. Zo, Luxie. Luxie, gooien. 5. Doe maar 5. Hier. Betty. Doe maar 5. Doe maar tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 keer. Goed zo. Doe oma. Nou, zo maar oma. Dan moet oma 6 gooien. Hè? Anders kan oma niet beginnen. Kijk, dat mag oma niet. Wat heeft opa en papa nou gehaald? Maar waarvoor heb je dat gehoord van oma? Ik vond, we gingen even bellen. Oh. En ik hoor. Lucilla die had tegen mij gezegd. Dus ja? Ik hoorde dat ze 25 heb gekocht en 2 gaten erbij, dus dat is 27. 27 vissen, jongen. Hé, maar dat was niet de afspraak. Nee. Hoe kan dat nou? Ik ben benieuwd of ze er wel in passen, jongen. Ik weet waarom dat papa wil, want hij zei dat ook al. Nee, wil papa dat hij ook? Zoveel kinderen ook wil hebben. Oh, echt waar? Wil hij zoveel kinderen? Ja, dat is... Nou... Daar denkt mama toch even wat anders over. Oh, ik ben 27 vissen, vind ik meer dan genoeg. Het was eigenlijk de bedoeling 1 of 2 of 3, 4 visjes hooguit. We dachten, of nou voor ieder kind 1 visje, dachten we. Dat is leuk om dan visjes in de vijver te doen. Maar blijkbaar is opa en Daniel er toch achter gekomen dat er meer visjes in onze vijver kunnen. En komen er 27 visjes in onze vijver. Dan hoop ik wel dat het zulke visjes zijn en niet zulke visjes zijn. Hey, dat zijn wel heel veel visjes om te verzorgen. Ja. Ja. Al die visjes die moeten ook eten natuurlijk, hè? En er zijn maar 3 vakjes. Ja. Hoe gaat dat aan? Ik weet het niet. Want waar is het voer? Kunnen jullie het voer eens even laten zien? Pak eens even het voer. Kijk, opa heeft daar voer al meegenomen. Opa heeft natuurlijk alles weer helemaal tot in de puntjes voorbereid. Eens even kijken. Wat eten kooikarpers, jongen? Laat eens even zien. Wat zit erin? Wat zit erin? Noem eens open. Eiken! Ja, Luxie met het visnetje. Dus straks kan je geen kooikarpers vissen, hè, Lux? Nee. Kijk, dit zijn de korrels. Die kooikarpers dus eten. Het ziet er wel heel erg mooi kleurrijk uit. Zien jullie dat? Alleen die roze bruin. Ja. Daar zitten alle bouwstofjes voor de vis die ze nodig hebben. Die erin, ja? Ja, waar, ja. Opa heeft verteld dat je daar voer in moet doen. En dan snappen ze dat ze daar moeten eten. Zodat ze niet overal hoeven zoeken, hè, Sil? Zei jij toch? Ja. Want dat hebben jullie al geleerd van opa. Jullie hebben al kooikarper les gehad. Om te weten hoe je ze moet verzorgen. Ja. En hoeveel keer per dag moeten ze eten? Je moet elke dag volgens mij 2 bakjes voeren. Want 27 is hartstikke veel. Dus 2 bakken per dag volgens mij. Ja, dat is nog heel veel vissenvoer die we eigenlijk moeten hebben dan. Is dat wel genoeg dan voor 27 kooikarpers? Dan denk ik 5 zo'n bordje. 5 van die bordjes, ja. Oké, dit is dus zo'n ringetje. En in zo'n ringetje moet je dan het voer gooien. En dan snappen ze dat ze hieronder kunnen eten. Zodat ze niet door de hele vijver overal moeten gaan zoeken. Waar visjes zijn. Wat is lekkere, Luxie? Wil je proeven? Doe maar proeven. Nee. Grapje, dat is voor de visjes, hè, Luxie. Kun je niet eten. Ja, proef maar. Mag hem wel proeven. Het is niet verboden voor mensen. Durf ze niet. Hij is 9 graden. 9 graden, oké. Okay. Nou, spring erin. Zou ik zeggen.
Ik viel bijna. Lekker, Alipsie. Volgens mij vind je dat wel lekker voelen, hè, met het haaientje. Ik vind dat wel lekker voelen. Even het deksel weer dicht. Dan blijft het weer mooi schoon. Kijk, nou, de visjes hebben in ieder geval lekker eten als we hier straks in de tuin in de vijver komen. Kan je weer terug? Nou, daar zijn ze hoor. De visjes. Zijn de visjes nog wel in het water gebleven? Ze hebben pech. Wow, dat zijn er echt heel veel. 27. En heel veel verschillende kleuren. Kijk eens, Luxie. Kijk eens. Kijk, de visjes. Luan, hou hem vast, jongen. Wow. Kijk dan. Dat zijn er 27. Ja, maar nu wow. Zijn. Ja, goed. Die hebben helemaal voor ons ook gezocht. Echt waar? Hoeft hij niet te scheppen in één keer? Ja, in een netje met de handen is hij ze geselecteerd. Wauw, echt met de handen geselecteerd. Ja, nog. Oké, maar de 2 graden. Wauw, super jongen. Ja, 2 graden. Maar zijn dit echt 27 vissen? Ja, 27 hoor. En hoe groot worden ze? Ja, ik heb een beeldje in de vlog. Kijk, als je een vijver hebt van 2 meter diep. Ja? Die heeft hij zo diep, 2 ja? meter. Ja. En dan wel zo'n beetje ook deze maat. Ja? Hij heeft zo'n vlog, schuiven we er zo veel in. Zulke grote? Als je houdt wow. vast, hè? Ja, nou, hier wow. maar hem in de vijver leggen, moet hij een half uur... Nee, 80. Oh, 80 euro. Hou hem goed vast, hè, jongen. Ja. Gaan we naar de... Pas wel mee. Ja, kom, gaan we naar de vijver. Kom, jongens, gaan we naar de vijver. Ja. Is hij zwaar, jongen? Vat mee. Ja? Opa zegt dat de zak eerst een half uurtje in het water van de vijver moet liggen om te wennen aan de temperatuur. Omdat ze natuurlijk eventjes een ander soort water krijgen nu. Goed zo, jongen. Kijk. Nou, daar drijven ze. Dan moeten ze even een half uurtje wennen aan de temperatuur van het water, hè? Ja, heel vele kleurtjes. Heel mooi. Ja, vind ze mooi. Je kunt ze nog niet zo super goed zien. Nou, en mama die wou er 4. Mama wou er 4, ja. Ja. Ik wou 4. Ja, we hebben er nou 27, Luxie. En een 2 erbij. Ja. En je moet er rekening mee houden, er kan er wel eentje doodgaan, hè? Dat is gewoon met visjes en met alles wat leeft. Dat kan. Dat is met hondjes, dat is met hamsters, dat is met kipjes, dat is met konijnen. Dus als er dan eentje doodgaat en hij drijft, schep je hem eruit en dan maak je mooi in de tuin een begraafplaatsje. Ja. En dan zeg je hier begraven. Ik ben in de zak. Ja, ze moeten er goed in de gaten houden, hè? De visjes. We hebben de telefoonnummer van die man gekregen, als ze niet is, kunnen we alle appen. Ah, toppie. Een eigen aquariumdoos. Ja. Van 2 meter diep. Ja. Zulke grote. Die waren 11 jaar oud en zo dik. 11 jaar. En dat zijn dezelfde soort visjes als deze. Zo groot. Wauw. Ik heb ze gevlocht met andere keer. Maar ze kunnen dus groot worden aanvankelijk van de ruimte die ze hebben om te zwemmen. Ja. Oké, dus bij ons worden ze niet zo groot. Nee, je hebt de diepte niet. Nee, we hebben niet een heel diepe vijver. Als je een ronddiep hebt, heb je wel kans dat je met 2-3 jaar groeit. Dat ze kunnen gaan jongen. Oh, dat ze kunnen gaan jongen. Dus we kunnen ook nog babyvisjes krijgen. Oh, babyvisjes, kooikamers. Zijn het jongens en meisjes? Of zijn het alleen jongens? Ja, dat weet je niet. Maar... Dat is een verrassing. Maar ik denk dat van die 27 dat er heus wel jongetjes en meisjes tussen zitten. Hij vertelde ook dat hij al 11 jaar op kooikamer zat en nog nooit een nestje had. Oh, dus, dat is dus wel heel speciaal. Heel laag water en met plantjes, dat ze in plantjes verstoppen. Dat is een heel ander vak. Een ander vakgebied. We hebben er 27. Leuk, en hij heerlijk. Vertelde wel, we gaan heel goed voor ze zorgen. Maar er kan er natuurlijk ook soms eentje naar de vishemel gaan. Ja. Dus daarom hebben we er 2 extra. Ah. Goed zo, Lux. Heel goed. Nou, super. Blij mee, Zilla. De kooikarpers die zitten erin. Toppie. Ja. Luxie kan zelf op het huisje. Wat opa heeft gemaakt. Oh ja, hebben ze nog niet gezien. Opa heeft ook een nieuw dakje erop gemaakt. Opa heeft gisteren het hele dak. Gemaakt en een nieuwe ladder. Ja, de ladder hadden we gezien, maar het dakje hadden we nog niet laten zien. Kijk, het dakje stond op instorten. Die was lek. Heel benieuwd. Luxie. Hey! Vind je het dak mooi geworden, Zella? Kijk eens. Ja. Erop,
Nee. Leuk hè, hoe opa van iets wat bijna in elkaar stort, ja, dus zoiets moois kan maken. Hebben jullie ook niet gezien? Kijk eens, met de hoge drukstand. Ja, de picknicktafel. Die herken je ook niet meer terug. Er is geen nieuwe tafel, dus gewoon afgespoten met de hoge drukspuit. Ik heb deze pilaren gisteren helemaal gespoten. Ja, zullen? Ook mooi schoongemaakt. En de trampoline. En de trampoline met de hoge drukspuit. En als laatste zal ik op en de Zitco. Kijk dan. Helemaal mooi schoongespoten. Ja, ook met de hoge drukspuit heeft hij alles schoongemaakt. Ja, je ziet heel goed mooi, verschil. Mooi, heel mooi terrasje. Het verschil zien deze rand. En hij heeft de tuinmeubel ook helemaal afgespoten. Kijk, hier heb ik het gedaan. Ja. Kijk, maar hier zie je verschil. Ja. Ja, het tuintje krijgt steeds meer. Heerlijk. Ja. Maar vandaar open zijn, we doen een rustige dag. We gaan alleen de visjes doen. Hekwerk eroverheen, omdat de vijver af kan. Ja. Ja, kijk, ik heb een buffet gemaakt. Kunnen jullie zelf opscheppen? Deze, die kan er nog in. Ja, is die al droog? Ja, die had opa gemaakt. Ik wil het brood doen. Papa wou een visje op het brood. We hebben hier lekker suikerbrood, krentenbrood, bolletjes. Opa zei wel, als er één heen gaat, als je wat groter is, dan kun je wel lekker braden in de pan. Nee, dat doen we niet. Opa, als er één heen gaat, zo groot, dan doen we in de pan en dan eten we een broodje kort. Nee. Dan snijden we zo'n kooi van die eraan maken. Nee, dat doen we niet. Zo'n aardig is lekker. Nee. We gaan geen kooikappers eten. Dan zeggen we hier eens even deze spijzen. Eet smakelijk. Maak maar een lekker bordje, jongens. Een broodje, belling ga ik er. Zo, en ja, geloof het of niet, maar we hebben de eerste keer picknick buiten. Aan deze hoge bartafel. Leuk is dat, hè? Nou, eet smakelijk, duifjes. En papa en Luxie, die zitten hier, hè? Ja, wij zitten hier ons broodje te smikkelen. En dan gaan we daarna, dat is een half uurtje later, de visjes te water laten, toch? Hoop wel dat die wolkjes wegblijven. Want dat zonnetje, dat was net zo lekker. Anders doen we ons windjack weer aan, hè? Nou, eet smakelijk, Zella. Bon appetit. Zo doe ik je, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, ik ga hier mijn bolletje eten. Het moment is zover, jongens. Opa gaat met de kinderen de kooikarpers in de vijver loslaten. Want ze zijn gewend aan het water. Ga je meekijken? Ja, ga snel kijken. Ga snel kijken. Het is zover, jongens. Nou, dan doe je de zaak los. En ook even tussen. Nou, kijk, daar komt de eerste. Kijk, Luxie, er zitten de visjes in. Eerst een beetje water van de vijver. In het zakje erbij. Dan kunnen ze even rennen. Visjes. Oscar, ook nog even kijken. Oscar, dat is wel een beetje. Waarom moet je eerst nog even omhaken? Ik zie een goudvis! Nee, lekker goudvis. Nou, en dan ga je heel langzaam. Oh, heel langzaam. Er staat zoiets een puntje komen. Kijk, daar komt de eerste. Ja! En dan komt de tweede en de derde. Oh! Kijk eens. Oh! Ja, wie doet dat? Oh, daar gaan ze. Kijk dan. Kijk, hij is zo snel. Ja? Oh, daar zijn we nog. Ze denken wat een licht aquarium. Ze zitten heel stil. Nou, kijk. Oh, maar die, deze is heel erg gaaf. Die. Ja, die is heel gaaf. Maar ze moeten toch een beetje daar. Ja, maar Sil, ze moet eerst naar mijn kippen. Ja. Nee, kijk, Zil, daar zijn ze. Ze zaten ook in een heel donker aquarium. En dit is heel wit, dus denk ik, wat is het voor een helemaal stukje? Ze gaan een tikkertje doen. Daar zwemmen ze al. Zie, kijk, daar kun je ze goed zien. Ja, oh, ze gaan heel snel. Ze zijn supersnel. Opa gaat een beetje eten geven. Even kijken of ze in dat vakje moet je doen. Ze zijn heel blij. Nou, eerst niet te veel, jongens. Eerst even kijken, want alles wat je erin doet, moet binnen 5 minuten op zijn. Ja, allemaal. Zie? Nou, dan gaan we kijken wat ze doen. Mama, zou het die gele daar goudje noemen? Kijk, is dat goed zien? Mama, zou het die goudje noemen? Die hele gele, die heet goud. Een gele bij. Kijk, die heet goudje. Ja. Die is goud. Dus, weet je wie je opa is? Die gele met dat zwarte rugje. Oh, dat is opa. Hier, die. Dat is opa.
Kijk, daar dan zwemmen ze. Er is geel in, die is helemaal geel van de zoma. Hier, gaat door, maar. Dat is op, hè. Kijk, daar zwemmen ze. Als een school vissen bij elkaar, zie je dat? Ze zijn nog een beetje aan het ontdekken. Even kijken. Nou, ze zitten lekker gezellig met z'n allen bij elkaar. Op een kluitje hier in het hoekje van de vijver. En hier zitten er ook nog een paar. Hier tussen, daar. Je kunt ze nog niet super goed zien. Want ze moeten nog een beetje wennen. Dus als je zo kijkt, denk je, waar zijn de visjes? Je moet wel even zoeken waar ze zitten. Mama, ik heb ook een paar namen voor sommige vlucht. Wat voor naam heb jij voor sommige? Ik zag ook een hele gouden, die noemen we de Goudje. Goudje? Ja, ik zag een hele gouden. Ja? Een Goudje. Goudje, ja. Die gele met dat zwarte rugje, die noem ik... Hey, je had ook een roze gezien, zei je? Een zwarte rugjes op. Opa. Ja, maar hoe heet die dan? Jan, oké, dat is Jan. Jan? Jan de vis. Daar ligt Jan. Dat klinkt wel heel gek. En Ineke ligt hier. Ineke, oma Ineke. Nee, hier zit Ineke niet bij. Ineke. Waar is Ineke nou? Dat is oma. Kijk, hier zit Ineke. Kijk, hier. Oh, daar is Ineke. Oh ja. Met die stipjes. Deze dikke. Ja, die dikke. Oh, opa. Die dikke. Opa nou. Nou, het is wel een beetje zoeken in de vijver, maar ze worden nog wat groter. De vissen te water laten ging hartstikke goed. Het hekwerk past ook. Alleen we moeten nog even naar de gamma en de welkoop. Want ja, kijk. De slijpt toch eens op. Hopelijk hebben ze dat hier ook. En die andere accessoires die nodig hebben. We gaan weer op zoek. Op 1,5 meter. Volgende keer moet je die of die? 2,5 millimeter. 5 korrels, die of die. En nu op zoek, oh ja, bij het gereedschap daar een slijptol. Nou, hier hebben we allerlei slijptenen, maar welke? Dat is de juiste paar. Nou, zonder bij het verkeerde wandje. Kijk, dit is de juiste wand. We zouden het bijna vergeten, maar we moeten nog schroefjes hebben. Kijk, ik heb dus dit meegenomen, tuingaas. Want we hebben dat hekwerk op de vijver vanuit ons hek weggehaald en dan zetten we dit met deze ijzerdraadjes er weer omheen en die slijptong en schroefjes en naar de kast. Ondertussen zijn Daniel en opa flink bezig geweest om de visvijver ook kindvriendelijk te maken. Voor Luxie sowieso, Leon en Lucilla, die, ja, dat gaat wel goed. Nee, Luxie is 3, heeft nog geen diploma en ik heb natuurlijk de baby in de buik. Als straks hier een klein babytje rondkruipt, willen we natuurlijk wel dat het zo veilig mogelijk is. Vooral omdat ze zelf de visjes ook eten willen geven. En zo hebben we toch voor gekozen om het veilig te maken. En kijk, hier zijn ze bezig. Kijk. Allemaal 6 jaar. Dit ziet er wel... als jullie allemaal 6 zijn, dan halen we het weer weg. Of in ieder geval boven de 6 zijn. Ja, kunnen niet allemaal 6 zijn. En kunnen zwemmen. En kunnen zwemmen, ja. Kijk, en dit komt er dan zo overheen. Dan kan je alsnog gewoon de visjes voeren. Dan val je. Ja, en dan val je. En doe maar eens luur. Kan je erop? Zak je er niet door? Nee, Leon die zakt er niet door. Het is niet echt om op te klimmen, jongens. Hè? Nee, het is gewoon even voor de veiligheid. Kijk. Goed zo. Helemaal eroverheen. Kijk eens. Net zo veilig is. Maar deze kant niet vast? Nee. Hoe is dat, jongens? Ja, we willen hem ook wel af en toe even eraf kunnen halen voor de blaadjes, hè? Wel de schroefjes eruit halen. Ja. Oh ja. Goed gedaan, mannen. De Bellinga's. De 3 Bellinga's bij elkaar. 3 generaties. Opa, papa en Luan als zoon. Leuk, jongens. Goed gedaan. Ja, ziet er... Ja, daar gaan ze nog een klein stukje doen. Wat heb je? Lieveersbeestje. Oh. Mooi. Ja, hij kan bijtjes. Oh, hij gaat weg. Ja, als hij gaat vliegen, mag je een wens doen. Ja! Wens. Nog meer kooienkuipers. Nee, je wens mag je niet zeggen, hè? Kijk, nou zit Luxie dus hier bij het water. En Luxie, kan je nog bij de visjes? Kijk. Kan je met je hand in het water? Ja. Ja, hè? Ja. En dan kan je er niet meer in vallen. Oh, daar is hij. Zie je de visje? Nee. Veilig voor Luxie. Veilig voor Luxie en veilig voor het broertje in de buik. Was het een vissenkus van papa?
Kijk, en zelfs het fonteintje gaat er doorheen. Die kan je wel met je handjes bij. Kan je erbij? Kan je handjes vasten? Ja! Met je handjes bij het water. Mam, weet je wat ik een beetje leuk. Doe? Nou. Met het stokje een heel klein beetje tegen het lichaampje aan. En wat is dat hard? Voel je dat? Ik voel het. Kun je ik ze aanraken? Ja, ja, aanraken met stokjes. Maar je kunt het ook met je hand doen, hè? Want ze kunnen dus echt tam worden. Ja, maar mam, ik kan er wel in. Oh, maar niet te diep bedoel je? Je kunt niet te diep. Jawel, ik ga je kijken. Kooikarpers staan er. Kooikarpers staan er onbekend dat ze echt kunnen wennen aan hun baasjes, bazinnetjes. En dat ze echt tam kunnen worden en ze echt een band met je opbouwen. Heel bijzonder lijkt me dat met vissen te kunnen hebben, maar dat schijnt dus echt zo te zijn. Dus als de kinderen regelmatig even met hun hand in het water gaan en de visjes voeren, dan kunnen ze echt een band opbouwen met onze kooikarpers. Ja, dat is natuurlijk wel super vet. Ik ga met het stokje een beetje tegen die vis aan. Ja. Ze blijven gewoon zitten. Maar je moet het eigenlijk proberen met je vinger te doen als je erbij kan. Want dan kunnen ze aan jullie handjes wennen. En dan kunnen ze vissenkusjes geven. Nee, ze hebben geen tandjes. Ze hebben geen tandjes, dus je kunt niet, ze kunnen niet heel hard bijten. Kijk, weet je wat ze doen? Hoe is je vingertje? Hé, mama? Zo, kom. Ja? Nee. Kon je erbij? Ik vind ze nog eng. Oh, daar zwemmen ze. Ja, ze zwemmen nog heel snel. Opa die is daar aan het zagen, zoals jullie horen. Oma zit weer in de tuin te onkruid te wieden. Kijk, maar is dat goed hier, hè? Ja. Dat is nog lang niet dood. Nee. En Oscar ook, Oscar. Dat is heel plezierig. Je weet dat dooi daar allemaal die ze uit zijn. Ja. En dan wil het wel weer. Ja, dan wil het wel weer. En opa, ja, jullie horen opa zagen. Hij is het rekje op maat aan het zagen. Zodat het gaat passen om de vijver. Want ja, die rekjes zijn natuurlijk niet op maat. Ja. Kijk. Moet je even lawaai hebben? Nou, laat nog even lawaai zien. Ja. Kijk, en zo zaagt hij dus al die hekjes op maat. Voor om de vijver heen te passen. Ja, probeer maar. Kan je erbij met je hand? Ah, ik voelde hem! Oh, nou, Kees. Oh, ik voelde het. Voelde je hem? Nee, niet gek op. Ja. Ja, jongen, dan kan je niet... Ik vind het jammer. Ja, ik snap dat je het jammer vindt, jongen. Maar misschien kan je wel een klein beetje hier tussen zo. Kijk, ja, nou. Zo. Hier kan je met je post tussen. Ja. Ik kan er net niet bij. Ja, maar je komt er best wel ver, nou. En als straks jouw babybroertje hier rondkruipt, dan moet het wel veilig zijn, hè? Dat snap je wel. Hm? Ze kunnen nog niet zo goed zwemmen als dat jij nu al kan, Lucilla. Nee. Dan moeten ze nog leren. Als hij 5 of 6 is, gaat hij dan wel weg? Ja, als alle kindjes goed kunnen zwemmen en niet meer... Boven de 5 zijn, dan ja, mag het. Ja, dan mag gaan, gaat het er weer af. Goed? Ja. Toppie, jongen. Dat snapt hij wel. 2026. Zo, tijd vliegt voorbij. Mam, jullie worden zo groot. Kijk maar naar jou. In 2030... Gaat hij weg? Ja? Ja, jongen, prima. Dan gaan we ook niet door voor nog een ronde, hè, Daniel? Nou, ik hoorde al van de kinderen dat. Ik hoorde van Lucilla dat je ook wel 27 kinderen wou in plaats van visjes. Maar ja. We zijn nou al laten maar bij visjes. Ook maar zei, je kan hier zo'n tweede etage opbouwen. We hebben een dubbele aantal staan. Nee. We houden het bij visjes, jongens. Dat is maar meer dan genoeg. En Phil, de visjes, hè, die gaan we goed verzorgen. Hij was er weer te vroeg als film. Kijk, je kunt met je armen. Kijk, dit is het verste. Even kijken, die armen niet verder. Ja, maar dat is toch vers zat, jongen? En als je ze leert, dan komen ze naar je toe. Ja? Jij kan er ook in. Oh, kijk, Lucilla kan heel verder. Ja, ik kon nog verder met mijn mouw. Dan moet je mouw naar. Oh, dank je wel. De spijkers. Ik ga mijn hand door de dingen. Nou, laat maar zien, schatje. Hoe ver kan je met je handen erin? Ik ga de bodem aan. Ja, heb je de bodem? Oh, dus je kunt makkelijk de visjes aaien. Mama, kijk, ja. Er is wat gegeten. Opa. Echt? Hebben ze gegeten? Ja. Luan. Luan, moet je ook eens proberen met je arm. Ja, kijk, maar de Lucilla kan er gewoon helemaal in. Hey, en de visjes die gaan ook aan jullie wennen, dus die komen vanzelf naar jullie toe zwemmen. Ja, maar ik moet een visje weg. Oh nee, zo. Oh nee. Oh! Ja! Heb je op de bodem? Ah, oh, nee, het
visje? Ja, een visje. Oh, daar is zonder een. Daar is wander een. Ik weet niet of jullie hem zien. Maar... Ik vind het een eitje. Ik vind het een glibber, hè? Deze zie je dat? Ze komen straks vanzelf naar je toe zwemmen. En dan hoef je niet helemaal tot de bodem. Kun je gewoon lekker met je handen in. Oh, daar, zonder dat ze... Midden. Ja, daar. Ja, nee, daar. Oh, ja, ja, ja. Daar, ik zweer, ik zie hem ook daar. Zit er daar zo. Hier zit het ook. Hier zit er ook een, Lucilla. In het hoek? Kijk, daar, helemaal in het hoekje. Hier. Oh, daar. Oh, durf ik dat wel? Probeer maar te aaien. Hou je hand, houd je hand er maar in. Ik durf maar ze doen niks. Kijk, daar in het hoekje. Ja, ik zie hem. Ja, probeer maar. Wacht. Oh, nee. Okay. Nee. Voel je hem? Nee? Je ziet er snel. Hoe vind jij de visjes, Luxie? Vind je de visjes mooi? Mama, kijk, er zijn wel veel visjes, hè? Oh, goed zo. Nou, gaan we lekker spelen. Gaan we lekker spelen. Oh, boom. Ja. Luxie, trouw maar nee. Nee, ze wil in het huisje. Luxie, weer in de boom met? Nee. In de boom met huisje? Huis. Huis? Dit is mijn hoofd. Mooi schatje, heel mooi. Helemaal, heb je billijn weer staan? In één keer? Eén, twee? Drie. Ja! Op de billen is het makkelijker. Ja, goed zo. Wat heb jij gemaakt, Luxie? Een lekker eitje. Dat is lekker, yummy, yummy, yummy. Oeh, oeh, lekker. Nee, ik zou het maar. Wat heb je, Lucilla? Riviersbeestje. Nog een riviersbeestje. De tweede hoog. Wauw. Zal die zo gaan wegvliegen? Ja. Ja, kijk hem. Oh, ja, je bent ook zo mooi roze. Hij denkt vast dat jij ook een bloemetje bent. Ja. Zie je dat? Gaan ze dan altijd... Ja, dan komen ze naar je toe. Je houdt heel goed vast. Ja, ik zie het gewoon niet kapot gaan kruipen. Woe! Hij gaat zitten in mijn baan! Oh. Oh, ik heb hem weer. Heb je hem? Ja. Oh, daar is hij weer. Hoe oud is hij? Je moet een stipje stellen, zeggen ze, hè? Ja, of dat maar, echt zo is, weet ik niet. Maar ik ga heel stil. Is heel stil. Moet je hem op je vinger zetten en dan naar de lucht houden. Op je vinger en dan hou je hem naar boven. Dan vliegt hij weg. Nee, ik wil hem bij jou. Oh, je wil hem bij jou. Oké. Okay. Er zitten dus 27 kooikarpervisjes van ongeveer 1 jaar, zei opa. Ja, 1 jaar. In de vijver. En de vijver ziet er hartstikke mooi uit. Ze hebben het hartstikke goed. Ze zwemmen al een beetje rond. De vijver is mooi kindvriendelijk gemaakt. Dus het kooikarper vijverproject is... echt geslaagd. Dankzij natuurlijk opa die zo goed heeft meegeholpen. Hopelijk vonden jullie het ook leuk en een beetje inspirerend om te zien hoe je visjes in je vijver kan krijgen. Nu gaan we gewoon lekker met opa en oma spelen en chillen. En wij zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Vond je dan weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op belletje. We zien morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Volg je hart, boom, boom, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom, boom, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf.